Wij hebben een heel mooi afstudeerproject gedaan destijds op onze studie Social Work. En we wilden graag een nieuwe inloop realiseren voor dak- en thuislozen hier in Nijmegen. En dat kostte helaas wel wat tijd. En de gemeente wilde niet altijd luisteren naar ons. Of geen gehoor aangegeven eigenlijk. Dus vandaar dat we inderdaad bij Jantine in aanmerking kwamen. En toch een samenwerking opzochten eigenlijk om een locatie te zoeken om dit te realiseren. Op de inloop is vandaag de opening. En zijn hier vandaag mensen van de straat naartoe gekomen. Zorgprofessionals, zijn een paar politici langsgekomen. En dit is nu de eerste donderdagmiddag waar we voortaan elke donderdagmiddag de inloop willen gaan houden. En het idee is dat een inloop in Zelfbeheer gaat worden. Dus dat mensen van de straat zelf vrijwilliger gaan worden. Zelf vergaderingen houden en democratische besluiten nemen over de invulling van de inloop. Zoals je ziet is het nog een beetje kaal, nog een beetje onpersoonlijk. We willen straks samen met de mensen lekker gaan aankleden. En op den duur zijn wij er eigenlijk alleen nog maar om advies te geven. Het zelfbeheer een beetje te sturen, zeg maar. Er zijn echt tientallen mensen van de straat super enthousiast voor langsgekomen. En voor de rest, heel positief. We zijn eerder ook al van de kant langs geweest. Nou, mooie objectieve artikelen geschreven, dus daar zijn we heel blij mee. Hoor.